Hoe ziet het leven na de zaak eruit? Een serie interviews met en over ondernemers die hun zaak hebben verkocht. Over alle ups en downs en dingen die ze volgende keer anders zouden doen. Hij startte zijn bedrijf Assistance Software toen hij 18 jaar was en bouwde het uit tot een internationale onderneming die hij een aantal jaren geleden verkocht aan Unit 4. En hij is mijn gast, Martijn van der Hoeden. Martijn, hartelijk welkom. Ja, hi Ron. Vertel eens iets over Assistance Software. Wat voor bedrijf was dat? Assistance Software was opgericht in 1990, wat je al zei, toen ik 18 jaar oud was, erg jong. Toen heette het overigens nog geen Assistance Software. Nee? Nee, want ik was freelance docent om geld te verdienen. Ja. En toen noemde het freelance software. maar had je kantoortje al? Ja, ik begon bij mijn moeder op de slaapkamer. Mijn moeder was zo vriendelijk om haar grotere slaapkamer aan mij af te staan, om daar een kantoortje. Echt letterlijk gewoon niet de garage, maar de slaapkamer thuis. Ja, het slaapkamer thuis. En al vrij snel had ik een kelder met heel veel kakkerlakken op de Zeeburgerdijk. Echt? Ja. Ja. Die dingen die vermenigvuldigden zich knap hard, hè? Ja. Er was een oudere buurman boven ons, die was dement. Dus vaak was er lekkage en kwam allerlei ellende in onze kelder. En wat verkocht je? Toen ik begon de eerste 3 jaar was het maatwerksoftware. Ja. Omdat niemand mijn software wilde, was het no Q, no pay. Ja. Dus, letterlijk geen internet. 1990 praat ik over. Ja. Dus geen budget om een reclamebureau wat dan ook in te schakelen. Dus letterlijk de gouden gids gepakt en gaan bellen. En wat deed die software dan? Die software was er helemaal niet. Het was maatwerk. Ik verkocht. Oh, je had helemaal niks. Ik verkocht lucht in eerste instantie. Ja. Dus jij ging bellen? Ik ging bellen en met het verhaal van op basis van OQ&P kan ik uw administratie automatiseren. Maak ik helemaal software op maat. Aha. En dat deed ik na echt 6 maanden bellen en 6 maanden nee, geen interesse en zoek het maar uit. Maar gewoon doorzetten. Kwam er een drukkerij De Haan, zal ik nooit vergeten, in de Jordaan op de Bloemgracht. Ja. Dat was een echte Jordanees. En die zei, nou, gozer, kom maar langs, gaan we even praten. Die had gewoon een probleem met zijn administratie. Ja, een probleem met zijn administratie. Toen zijn we gaan praten. Toen zei hij, nou, voor 3 rooien, 3.000 gulden, mag jij voor mij wat gaan maken. Echt waar? Ja, was je eerste klant? Ja, was eerste klant. En toen? Kon je programmeren dan? Ja, ik was wel developer en ik had een vriendje erbij. Die was ook developer. En dus samen hebben we toen die software gebouwd. Maar waren er al standaardpakketten en zo, ook in die tijd? Nou, niet veel. Er was wel wat, maar dat was allemaal zo standaard dat het alleen eigenlijk ging over de boekhouding. Ja. En ik maakte echt voor hem een op maat orderadministratie. We noemen dat werkbonnenadministratie voor die drukkerij. Waar die dus een werkbon en de visitekaartjes, het aantal. En daar kwam dan automatisch een factuur uit. En dat schoten we dan in zijn boekhouding. Dus dat was echt het proces daarvoor. Ja. Nou, en na 3 jaar heb ik besloten om, niet bewust eigenlijk. Toen was ik 21 of zo, gefreelanced, veel maatwerksoftware gebouwd. Via die drukkerij kwamen de facturen uit, dat weet ik nog, uit mijn systeem. En dat stond op Powered by Freelance Software. Oftewel, iedereen die een factuur van die drukkerij kreeg, en er kwamen natuurlijk veel bedrijven, die zagen dat die software mijn factuur, of die factuur werd geproduceerd door mijn software. En er stond mijn telefoonnummer gewoon onder. Dus ik kreeg heel veel van die bedrijven uit de Jordaan ook, die het drukwerk bij hem deden. Ja, dat wil ik ook. Eigenlijk als klant. Ja, in die echt tijd. Zo gaat het. Zo ging het, ja. En wanneer werd het echt, nou ja, met alle respect, wanneer werd het een bedrijf in de zin van personeel en kantoor? Hoe is die groei gegaan? Eigenlijk de eerste 3 jaar echt wel wat letterlijk gefreewheeld. In 1993 ben ik met een architectenbureau in contact gekomen. En toen echt besloten, was echt de omslag om te zeggen, ja, dit is geen schaalbaar model, maatwerksoftware. Ik maak een standaardpakket. En toen kwam ik bij een architectenbureau. En die had een probleem met projectmanagement, resource planning, uurregistratie. En daar heb ik in dezelfde vorm eigenlijk met een stuk vraag- en antwoordspel heb ik weer software voor hem gebouwd. Alleen het grote verschil was dat ik dat met de gedachte had gebouwd om het aan andere architectenbureaus te verkopen. Dus ik heb toen echt gestandardiseerd. Ben toen bij alle architectenbureaus over de vloer gekomen. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Konden personeel in dienst nemen toen de tijd. In 1996 kregen we een contract met de Bond van Nederlandse Architecten. Die beveelden ons overal aan hun leden. Ik gaf dan korting als ze lid waren van de BNA. Nee. En in 2000 waren we marktleider met onze software. Inmiddels heet het Assistance Software. Mm. En hadden wij 70 tot 75% van de markt, van alle architecten en ingenieursbureaus in Nederland, werkte met onze software. En heb je dit helemaal zelf opgebouwd? Of had je een compaan? Of hoe werkte dat? Ja, ik was de founder, maar het vriendje van het eerste uur, Ivo, die daarmee had ik al snel door. We begonnen heel democratisch met 50-50. Maar ik werkte echt 24/7 en hij deed het iets minder intens, zullen we maar zeggen. Dus ik ben die discussie snel aangegaan om die verhouding ook wat anders te brengen. Ja. En toen ben ik, toen vrij snel ontmoette ik, had ik Marieke ontmoet. Want ik werkte als freelance docent.
Ik gaf les in DBase 3 en WordPerfect. En ja, in die tijd was het zo, als de ABN AMRO van WordPerfect 4.1 naar 4.2 ging, ging de hele bank weer op cursus. Ja, ja. Dus ik had Marieke ontmoet en die kwam al vrij snel bij mij erbij. Ze waren met z'n drieën. Toen waren we met z'n... Nou, toen Ivo is later naar Amerika geëmigreerd. Die had dat wel gezien. En toen op een gegeven moment kwam Gerard erbij. En met z'n drieën, ja, dat was echt een goede club. Want ik was echt de ondernemer en degene van de visie. En ook degene die het creatieve stuk had en de saleskant. Marieke was degene die echt alles implementeerde en uitvoerde met haar team. En Gerard was, ze heeft zich volledig ontwikkeld tot CTO. Ja, dus tot main developer. En heeft de support en development volledig op zich genomen. Maar je zei net 2000. Dan zit er nog een groot gat met vandaag de dag, zeg maar. Hoe is dat vanaf 2000 verder ontwikkeld? Ja. Nou, een bewuste keuze is op een gegeven moment geweest om uit die architecten-ingenieursmarkt te breken. En om breder te gaan, dus bredere zakelijke dienstverlening. Dus we zijn toen, ik heb altijd gezegd, ik wil me wel richten op bedrijven bij tijd en kennis van de ondernemingen het belangrijkste productiefactor is. Ja. Dus echt, urenfabrieken, professional services, dienstverlening. Ja. Ja. Maar we hebben toen verbreed naar accountancy, management consultancy clubs, zeg maar de bredere zakelijke dienstverlenende markt. Ja, om dat te doen heb ik toen letterlijk extra hypotheek op mijn huis genomen. Toen kon dat nog makkelijk. Om de groei te financieren. En toen zijn we echt volledig in marketing en sales gaan investeren. In het merk gaan investeren. En toen in 2005, 2006... heb ik toen eigenlijk echt wat grotere klanten binnengehaald. KPMG, Fugro. Ik had klanten binnengehaald zoals Eifel, Berenschot. Belangrijke klanten in die zakelijke dienstverleningen. We hebben toen een beetje dat architecten-ingenieursbureaus image, want dat hadden we best van ons afgeschud en echt naar de brede zakelijke dienstverlening gegaan. En toen noemden we het ook PSA, Professional Service Automation. Ja. Dat was ook een term, dat is eigenlijk de tegenhanger van ERP. Hè. Dus ERP is voor de maakindustrie en PSA voor de zakelijke dienstverlening. Okay. Ja, en toen ben ik langzaam gaan kijken naar een volgende droom en dat was internationaliseren. Okay. En, jouw kennende schat ik zomaar in dat je op een vliegtuig bent gestapt, of niet? Ja, we zijn letterlijk in 2000... Waar verbaasde dat nou niet? Ik ben gewoon in 2010 zijn we letterlijk gewoon... 2008, 2009 zo'n beetje zijn we de eerste studiereis naar Amerika gemaakt. Beurzen bezocht, wat is er nou aan software op dit gebied? En wat zijn de conculega's? En toen dachten we uiteraard, nou ja, wat wij doen is vele malen beter dan wat daar is. Yeah. Hey, ik bedoel, dat is ook de kern, denk ik, van een ondernemer. Dat wat je maakt, dat vind je zo tof en zo fantastisch. Dat je wil dat de hele wereld daar kennis mee maakt. Yeah. En die droom had ik ook. En met name was Amerika voor mij wel een soort van droom. Yeah. Omdat ik dacht, ja, groot land, makkelijk. Je hoeft maar één keer te vertalen in het Engels. Je zit niet met al dat gezeur in Europa met al die talen en al die culturen. Wel legal-wise even dichttikken. Legal-wise goed dichttikken. Dus we hebben toen op een gegeven moment hebben we in 2010 ook een LLC zijn we daar gestart. Wat is dat? Zo'n BV, zeg maar. Maar dan in de States. En zijn we echt goed gaan investeren in beurzen. Ja. Zijn toen ook Microsoft-partner geworden. Hebben het product volledig opnieuw ontwikkeld op het Microsoft Cloud-platform. Dynamics 365 heet dat tegenwoordig. Toen heette het Microsoft CRM Online. Ja. Volledig geïntegreerd met de voorkant van het proces. Dus CRM, dus Sales Automation, Marketing Automation. Ja. En ik noemde dat toen de tijd van funnel to cash. Dus dat je vanuit je lead tot opportunity, tot en met uiteindelijk de factuur die de klant betaalt in één systeem had. Ja. En dat heb ik gelanceerd in 2011. Microsoft Partners geworven, letterlijk ook 6-7 maanden door Amerika gereisd, met als een echte Nederlandse handelsreiziger overal pitches doen om iemand maar reseller te laten worden. En zo, het was een resellermodel ook daar. Ja, toen heb ik een resellermodel gestart. En toen hadden we op een gegeven moment 250 resellers all over the world. Die verkochten onze software door de hele wereld. Die deden de implementatie. En wij waren het creatieve brain en het marketing brain hier in Nederland. En wanneer kwam het moment dat jij dacht aan verkoop? Ja, verkoop is denk ik... De mindset voor verkoop is ook wel een hele bewuste keus. Allereerst word je daar als ondernemer toch wel, als je succesvol bent, meerdere malen mee geconfronteerd. Ik weet nog helemaal in de beginjaren, als we het over die architecten-ingenieurswereld hadden. Dus toen ik daar op een gegeven moment marktleider was, toen werd op een gegeven moment benaderd een paar keer. Ik heb ook met gesprekken met Exact gehad.
ik overigens veel van geleerd. Die zeiden, ja, waarom zou ik jouw bedrijf verkopen als je al marktleider bent? Hm. Nou, op zich wel een valide punt. Ja, want er zit er weinig groeipotentieel in. Ja, een koper denkt natuurlijk vanuit groeipotentieel. Ja. En ik had zoiets van, ja, ik zit nu op mijn top, dus nu ga ik het naar de markt brengen. Of ja, nu hebben mensen interesse, dat bleek ook wel. Maar het is eigenlijk het slechtste moment om... Het is te laat eigenlijk. Ja, het is veel te laat. Ja. Ja, eigenlijk, er lag ook geen plan voor verdere expansie of internationalisering op dat moment. Hm. En Exact was destijds ook heel erg op Nederland gericht. Dus die hadden die bril ook nog niet op. Maar op een gegeven moment bestonden we 25 jaar. En toen zijn wij toen wel bewust gekozen van... ik wilde eigenlijk oorspronkelijk op mijn 45ste... Had ik al zo'n soort van droom. Dan wilde ik wel een keer financieel onafhankelijk zijn. Een vriend van mij noemde dat in de States, was Amerikaan. Die zei van... het is gewoon fantastisch als je fuck you money op de bank hebt staan. Want dan kan je doen wat je wil. En die vrees heb ik eigenlijk altijd wel in mijn achterhoofd gehouden. Geld maakt onafhankelijk. Dat is wel anders als gelukkig dus. Dat is wat anders dan gelukkig. Ja, absoluut. Ja. Ja, want ik ben super depressief geworden eigenlijk toen ik mijn bedrijf verkocht had. Oh, ja, waarom? Ja, alles valt gewoon weg. Dus je bedrijf, je familie zo'n beetje, de mensen waar je mee werkt, waar je dat heel lang mee hebt gedaan. Je klanten vallen weg, je leveranciers vallen weg. Dus je hele netwerk is eigenlijk verdampt. En dat gevoel kreeg ik pas echt toen ik had verkocht een Unit 4 in 2017. Ja. En toen ik op een gegeven moment bij Unit 4 wegging, om weer voor mezelf te beginnen. Ik heb weer een nieuw bedrijf gestart. Omdat ik gewoon niks kan doen. Ik vind het gewoon ondernemen veel te leuk. Ja. Maar dan kom je wel in een soort situatie terecht van, als je dan ook bij Unit 4 weg bent en het bedrijf is verkocht in Unit 4 en alles valt op een gegeven moment weg. Dat je dan denkt van, nou, ik ga leuke dingen doen. Hè? Dat is dan zeg maar de phrase. Maar leuke dingen doen is voor mij echt ondernemen. Mm. Dus toen ik 2-3 weken leuke dingen aan het doen was, zeg maar. Toen dacht ik van, dit is niet leuk. En wat waren die leuke dingen dan die je toen ben gaan doen? Nou, het idee was natuurlijk om even niks te doen. Om even pauze te nemen, om even te relaxen, om te reizen, et cetera, et cetera. Maar vrije tijd heb je alleen als je ook werkt natuurlijk. Ja, dat is de relativiteit van het leven. Ja. Ja, zonder werk geen vrije tijd. Nee. Nog even een stapje terug. Hè? Zometeen wil ik meer inzoomen op de periode zeg maar, na de verkoop. Maar nog even wat lessen die we kunnen leren uit dat traject wat je schetst. Hè? Van op een gegeven moment, we gaan richting groeiverkoop. En het moment van Unit 4. Wat zit daar nog tussen aan een paar eikpunten? Nou, het is mij wel heel duidelijk geworden dat ook net zo goed dat een bedrijf laten groeien en internationaliseren en steeds een stapje verder gaan in je ambitie. Tenminste, dat was bij mij altijd wel de doel. Als ik iets behaald had, had ik ook met klanten. Als ik echt een grote klant binnen wilde halen, dan visualiseerde ik dat heel erg. Ik schreef ze ook altijd even in mijn bloknootje. En dat ik bijvoorbeeld Eifel wilde ik binnenhalen voor dit bedrag op die en die datum. En dat werd ook door mij echt wel geprojecteerd voor mezelf. Dat moest gebeuren. En dan gebeurde het ook. Ja, en dan was ik altijd eventjes weer helemaal van slag. Dan was ik weer depressief, zeg maar. Als het gebeurd was? Ja, als iets op een gegeven moment de handtekening staat, dan valt bij mij alle spanning en alle eagerness weg. Had het bedrijf daar ook last van, overigens? Want inmiddels had je wel een paar mensen ook die bij jou werken en zo. In de privésfeer was dat lastig. Ja, maar wacht even voor de duidelijkheid. Marieke was ook privé-partner, hè? Ja, was mijn... Is dat een tip die we kunnen mee... Werkt dat? Ja en nee. We zijn heel lang bij elkaar geweest. Maar we hebben ook op een gegeven moment besloten om uit elkaar te gaan. Voor de verkoop? Voor de verkoop, ja. We hebben het bedrijf ruim voor de verkoop overigens. Maar we hebben het bedrijf gewoon nog met elkaar laten groeien. En ook gereed hebben gemaakt voor verkoop. Oké, dus zakelijk is dat... Zakelijk gingen we gewoon door met elkaar, ja. Oké. Ja. Dus een relatie in de zaak is niet altijd aan te raden. Maar aan de andere kant heeft het natuurlijk... je maakt wel vele malen meer meters dan mensen die dat niet hebben. Ja. Want alles gaat altijd 24/7 natuurlijk door. Dus terwijl een CEO van je concurrent thuis komt en de aardappels staan klaar... gingen wij hapje eten ergens en doorpraten over de zaak. Ja. En de plannen waren om 7 uur zaten we er weer met z'n tweeën. Ja, ja, dus we hebben er keihard aan gewerkt. Maar het heeft natuurlijk ook... je betaalt wel een prijs voor in de vorm van dat je dat... in ons geval dat we op een gegeven moment niet echt meer man en vrouw waren... maar meer businesspartners. Ja. Dus dat is triest natuurlijk. Ja. Maar we zijn altijd wel beste vrienden gebleven. Okay. Ja, ja. Wanneer kwam Unit 4 in beeld? Ja, dus wij hebben echt op een gegeven moment besloten met de drie aandeelhouders, Gerard, Marieke en mezelf, om te zeggen, nou, wij vinden nu eigenlijk, want ik wilde verder en verder. Vestiging in Amerika, personeel in Amerika, directeur in Amerika, klanten uiteraard. En op een gegeven moment merk je toch dat als je ook in die andere landen net zo succesvol wil zijn, we hadden Engeland op het vizier staan, wilden eigenlijk ook naar Duitsland, Frankrijk, dat je daar ook weer vestigingen moet gaan starten.
En ja, toen waren er twee mogelijkheden. We konden dat niet financieren vanuit de cashflow. Alhoewel we enorme winsten maakten. Maar dat werd gewoon te begrotelijk. Mm-hmm. Dus dan zijn er twee mogelijkheden. Dat is geld ophalen, venture capital. Of misschien een strategische koper vinden. Ja. Die droom sneller kan verwezenlijken. Om de doodvoudige reden dat het een partij is die al internationaal gevestigd is. Die misschien al in 25 landen zit, et cetera, et cetera. Dus dat waren wel een beetje de twee dingen waar we aan dachten. Ja, ik heb toen echt het bedrijf echt in een soort van militaire operatie bijna gereed gemaakt voor verkoop, zonder dat mijn mensen dat wisten. Dus ik heb gezorgd dat de propositie glashelder was, de go-to-market strategie glashelder was en het delivery model, dat het schaalbaar was, dat het geïnternationaliseerd was, dat we ook al een projectieplan hadden voor de komende 5 jaar. Dus niet wat er was geweest, maar waar we naartoe wilden gaan. En dat ook een deel van die projecties, dat we die al verwezenlijkt hadden, zodat we ook potentiële investeerders konden overtuigen van, moet je luisteren. We zijn al op weg. We zijn al op weg. En we hebben al de grootste accountant van Amerika als klant. Dat hadden we ook. Die met onze software gaat werken. We hebben een ingenieursbureau, Fugro, die het wereldwijd wil gaan uitrollen. En we hebben een enorme mooie pijplijn van opportunities. Maar we moeten nu even die power hebben om snel te kunnen internationaliseren. Dus er was een dataroom. Alles was spik en span geregeld. En toen ben ik eigenlijk pas naar de markt gegaan. En toen kregen we al snel 8 biedingen van, na een aantal pitches natuurlijk, hadden we 8 venture capital partijen die interesse hadden. We hebben toen ook gesprekken gevoerd met een van de grote 3 in de wereld, zullen we maar zeggen. Ik kan geen namen noemen omdat het nog onder NDA zit. Maar een grote internationale software speler. En op een gegeven moment dachten we, ja, we zijn wel rond met een bepaalde venture capital partij. We waren echt op het moment van de letter of intent. En toen klopte Unit 4 op de deur. En die zei Martijn, Stefan Sieber van Unit 4 had echt als missie, wij zijn in business for people. Zij wilden dus ook heel graag die professional service kant op. Hmm. Ze hadden een goed ERP-platform, maar ze wilden daar bovenop eigenlijk onze applicatie hebben. Zo'n make-or-buy eigenlijk. Dus. Ja, het was voor hun een make-or-buy decision. Ja. Het voordeel was dat ik al 8 biedingen in mijn zak had. Dus ik wist ook wat de waarde was. Ja. En ik had ook de arrogantie naar Unit 4, maar dat was een beetje onbewust eigenlijk, dat ik geen interesse had. Want ik had eigenlijk zat ik op het letter of een ten moment met een andere partij. Dus je maakte ze echt tering hongerig. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat playing hard to get. Ik denk dat het meegeholpen heeft, ja. Want op een gegeven moment heeft de M&A persoon van Unit 4 heeft mij geprobeerd te contacten via LinkedIn. Nou, dat accepteerde ik, geen connectieverzoek mee. En op een gegeven moment kwam Steven Sieber zelf bij mij op kantoor. Hmm. De CEO van Unit 4. Oké, okay. Dan gaan we er wel serieus naar kijken. En ik wist eigenlijk toen de tijd, moet ik eerlijk zeggen, niet dat Unit 4 zo internationaal was. Maar Unit 4 is een enorme internationale speler. Doen 600 miljoen euro omzet. Zit in meer dan 25 landen. Dus Steven zei tegen mij, Martijn, ik kan wel met die venture capital die stapjes gaan maken. Maar kom bij Unit 4, wordt Global Director van de Professional Services software tak. En ik heb al 200 salesmensen en ik zit al in 25 landen. En hoe lang duurde het toen nog voordat de deal geclosed was? Het is extreem snel gegaan. Dat komt omdat we supergoed voorbereid waren. We hadden, wat ik al zei, we hadden alles klaarstaan. We hadden een dataroom, we hadden projecties. Er waren geen gekke dingen in de balans. Er waren geen gekke rekening-courantverhoudingen. Mm. Je hebt wel eens eigenaren die dan een paar klassieke auto's ergens in een garage hebben staan. En het staat er gewoon eigenlijk op de balans van de BV. Nou, dat soort dingen waren allemaal niet. Lag een fantastisch goed groeiplan en er was al bewijs van succes. Ja. Dus wij zijn in december, net voor de kerst, met elkaar hebben we gesproken. En dat is extreem snel. En we hebben op 17 maart uit mijn hoofd 2017 de handtekening gezet onder de SPA. Ja, onder de Shareholders Purchase Agreement. Ja. En toen werd je Global Director? Voor de professional services industrie, wat ongeveer 1/3 van die omzet was, was ik verantwoordelijk binnen Unit 4. Heb je trouwens ook eerst iets geks gedaan toen het allemaal geregeld was en je had het geld op de bank staan? Nee, ik heb niks geks. Ik had wel al heel lang iets ruimer wonen. Dus dat, maar wel in een bepaalde locatie in Amsterdam. En toevallig via hoorde ik dat in hetzelfde gebouw waar ik woon, dat er een appartement te koop kwam. Okay. Dus toen, maar dat is pas een jaar later gebeurd, hoor. Dus je hebt niet echt de dag nadat het geld gestort was een of andere dikke wagen gekocht of zoiets. Dat hoor je wel eens dat ondernemers dat doen, hè? Nee. Ik had op zich een leuke auto, dus dat was niet nodig. Nee. Dat was niet zo'n momentum voor jou? Nee. En toen werd je Global Director. Was je daar blij mee?
Nou, in het begin zit je nog heel erg in die flow van, nou, nu gaan we natuurlijk knallen met Unit 4. Dat hebben we ook absoluut gedaan. Ik heb de grootste opdracht ooit binnengehaald voor Assistant Software destijds. Ja. Dat was BDO. Dus dat was voor mij ook echt bewijs. Van het werkt? Van het werkt. We zaten toen al met BDO, in de was al een opportunity van ons. We zaten al bij de laatste drie, maar BDO is toen op het moment best wel aan het twijfelen van, ja, Assistant Software, wij zijn BDO, global company. Waarom is dat niet te risicovol? Het hangt wel erg aan, Martijn. Dat soort teksten hoor ik wel. Dus toen die overname van Unit 4 kwam, toen was het ofwel voor BDO was het net het setje dat ze nodig hadden, of niet, hè, dat kan ook. Dat wist ik natuurlijk niet, ik kon niet in hun hoofd kijken. Maar het was voor hun gelukkig het setje om met ons die deal te doen. Dus voor mij was het wel het bewijs van, ja, nu je bij zo'n grotere club hoort, kan je ook echt Champions League gaan spelen. En je ziet gewoon het grote bedrijf, gewoon de liefzaken om het andere grote bedrijf, om allerlei goede redenen natuurlijk. Maar ja, Global Director, ik moest continu, had ik overal conference calls en ik werd met name, meer en meer zat ik in een managementrol dan in een ondernemende rol. Excel sheets bekijken, opportunities evalueren, noem allemaal op. Dus die hele merge heb ik begeleid, dat vond ik hartstikke mooi om te doen. Maar de rol op zich, het ondernemerschap bij zo'n grote corporate, is op een heel ander level dan ik gewend was. Ja, dat viel tegen. Ja, nou ja, goed. Ik wilde een flatpanel op mijn kamer, zo'n scherm. Dat had ik altijd nodig om met mijn R&D-team aan de slag te gaan. En als ik zag dan hoeveel formulieren ik moet invullen bij zo'n corporate om zo'n panel te krijgen. Dus, toen kocht je hem zelf. Toen kocht ik hem zelf, ja. En dan nog weer niet. Nou, toen kwam hij inderdaad en toen kon hij niet opgehangen worden, omdat die muurtjes dat niet zouden kunnen houden. Dus weet je, dus ja, dat zijn van die hele kleine. Je bent gewoon als ondernemer. En ja, ik ben nooit echt in loondienst geweest. Dus ik heb, en je had wel met hun afgesproken waarschijnlijk om een x-tijd daar te blijven? Ja, we zouden 3 jaar doen. Maar ik ben een goed overleg. Ik op een gegeven moment, na die BDO-deal, was voor mij wel een soort van eikpunt van, ik wil dat wel even laten zien. Heb ik gezegd, jongens, ik word hier niet gelukkig van. Laat mij nou even wat anders doen. Mm. En dat vonden ze goed. Ja, we zijn goed uit elkaar gegaan. Ik heb nog regelmatig contact met de mensen van Unit 4. Met Steven, met Christophe, met Jeremy. Dus ik ben regelmatig nog met hun, dat ik even help of dat even wat vragen hebben. We gaan even lunchen. Maar ik ben natuurlijk helemaal naar de achtergrond nu. Ja. Ik ben niet, en het is ook goed dat je jezelf misbaar maakt. Mm. Het is persoonlijk natuurlijk voor je ego niet heel fijn, hè? Als je misbaar bent. Nee. Maar het is wel goed. Ja. Maar als je echt jezelf echt misbaar hebt gemaakt en je gaat een bij Unit 4 weg en alles draait gewoon door, ben je toch teleurgesteld. Ja. Dus ja, dat is een hele rare spagaat waar je in zit natuurlijk. Ja. Maar het is wel zo, ja. Wat heb je met je geld gedaan? Want je wordt vermogend op een gegeven moment. Ja. Nou, dan had je het waarschijnlijk al niet slecht. Ik bedoel, je bedrijf rendeerde prima en zo, maar je wordt in één keer echt vermogend. Wat doe je dan met al dat geld? Nou, wat ik al zei, in eerste instantie heb ik... Ik ben heel behoudend geweest. Dus ik heb wat onroerend goed dingen gedaan. Huh? Ik had al mijn eigen pand. Daar was Unit voor in eerste instantie de huurder van. Maar die zijn eruit gegaan, want we gingen alles centraliseren in Utrecht. Dus dat pand heb ik, dat vond ik wel fijn. Heb ik in 1 keer afgelost. En gelukkig heb ik het nu goed verhuurd. Mm. Dus dat is een mooi kantoorpand. Dus ik zit in onroerend goed, heet dat dan. Ja, ja. Maar wel met dingen die ik leuk vind, waar ik wat mee heb. Ik ben geen... Pandjesbaas. Nee, ik ben geen pandjesbaas. Nee. Dat is ook niks voor mij. Aan de andere kant staat er een bepaald deel op de beurs waar ik op zich helemaal niet niks mee heb. Dus heb je met een bank geregeld? Want is er een rol voor een bank? Of zoek jij dat? Want je bent, ken je nu in zo'n 20, 25 minuten als een ondernemer puur sang. Hoe werkt dat met een bankrelatie? Zeg je dan, hey jongens, adviseer mij en ik doe wat jullie zeggen? Of ja, precies. Ik heb er verder geen verstand. Ik heb dat hele beleg, heb ik helemaal niks mee, eerlijk gezegd. Dus, maar je hebt gewoon een som geld gezegd van, dat wil ik gewoon op een behoudende manier? Of nee, ik doe wel. Ik doe niet behoudend, want dat schiet helemaal aan. Het is echt fuck you money dus, waar je erin hebt gestopt. Ja, we doen... Zoals jouw woorden, hè? We doen offensief. Offensief? Ja, offensief, ja. Ja. Maar wat voor rendement draaien we niet defensief op? Dus. Nou, december was natuurlijk, we weten iedereen die een beetje volgt. December was natuurlijk weer een drama. Dan ging alles naar beneden. Maar nu gaat het weer goed. Ja. Maar uiteindelijk schiet je er niks meer op. Uiteindelijk zit ik weer op nulpunt. Dus je laat je dus beleggen, maar daar doe jij verder zelf niks aan? Nou, kijk, het rendement bij die aandelen,
ik denk dat ik in 3 jaar een nieuw bedrijf sneller kan opbouwen en verkopen. Meer rendement dan wat er op zo'n beurs gebeurt. Maar goed, je hebt wel een gedeelte van je geld wel maar ingedaan. Nou, het fijne is van de beurs dat het geld natuurlijk een beetje vloeit blijft. Dus als je het nodig hebt, kan je het weer afhalen binnen een week. En dat is met vastgoed natuurlijk iets minder. Met vastgoed is dat minder. Oké, dus vastgoed, beleggen en je bent no monkey business. Ja. Dat is een bedrijf waar je nu dagelijks mee bezig bent en aan het opbouwen bent. Hè? En wat doet dat? Ja, met No Monkey Business, wat we doen is... we helpen eigenlijk ondernemers om hun reis te maken naar uiteindelijke exit. En noemen de 4-step exit program. Dus we doen dat via een intake assessment, business review. En dan kijken we eigenlijk waar zitten de pijnpunten. Welke knoppen moeten we nou draaien om zo'n bedrijf veel meer waard te maken dan wat het nu is. Je ziet vaak dat bedrijven een bedrijf willen verkopen met wat er nu is, maar niet wat er kan komen. En wat er kan komen, laat ze dan wel over aan degene die het koopt. Maar ik denk dat je bedrijf juist heel goed kan verkopen als je laat zien wat er kan, waar het bedrijf naartoe kan groeien. Ja. En aan die knoppen draai ik. En vervolgens helpen we bij de exit. Okay. Maar daarnaast doe ik ook heel veel vrijwilligerswerk. Ik ben mentor bij NL Groeit. Dus ik help andere ondernemers, Prodeo, zeg maar, kosteloos met hun groeiambitie. Ik ben docent bij IMC Weekendschool. Dus ik geef kinderen lessen voor het developen van games. Dus dat zijn allemaal leuke dingen waar ik nu wat meer tijd voor heb. Dus dat doe ik ook. Maar met name met No Monkey Business hopen wij ondernemers te helpen met die groeistrategie. Wat ik heel erg meemaak en ook van ondernemers wel zie, is dat ze aan de ene kant hebben zeg maar de bank die hun daarin adviseert, maar die uiteindelijk niet echt snappen wat ze doen. Zeker niet als het om techbedrijven gaat, want ik richt me wel het liefst op techbedrijven. En aan de andere kant heb je de accountancy en de adviseurs. Ja, met alle respect, die mensen zijn ook gewoon op de payroll. En die zitten ook gewoon weer achter de aardappels om 7 uur 's avonds. Ja. En hebben ook gewoon een vast salaris. Het zijn geen ondernemers. Praat een andere taal. Ja, dus wat ik merk van mijn klanten is dat ze het heel fijn vinden om met een andere ondernemer te sparren. Ja, en iemand die een track record heeft. Been there, done that. Ja. Ja, en ook snap wat ze doen. Ik bedoel, ik weet alles van de technologie erachter. Ja. Recurring revenue modellen, hoe je internationaliseert. Dat je nu niet meer op bepaalde technologie moet zitten. Omdat we weten dat op een gegeven moment dat Microsoft of Oracle, wie dan ook, de knop dichtdraait. Dus ik kan ook meepraten over hun techplatform en over hun reis die ze nog moeten maken. Ja. Wat zijn de allergrootste verschillen? Als je zo terugkijkt, hè, en waar je nu staat en waar je voor de verkoop stond, wat zijn dan de allergrootste verschillen in je leven eigenlijk? Zeg maar, zoals je er nu in het leven staat en zoals je voordat je vermogend werd in het leven stond? Wat je hebt is dat je de race die je... Kijk, je onderneemt niet voor de eeuwigheid. Tenminste, dat was niet mijn... Je bent wel ondernemer voor de eeuwigheid, maar je hoeft niet te ondernemen voor de eeuwigheid. Want je bedoel, alles verandert. Het is het enige ding wat zeker is in het leven, dat alles verandert. Dus als je... Ik deed laatst een optreden, zeg maar, bij start-ups. En dan denkt nog niemand aan de exit natuurlijk. En dat snap ik ook heel erg goed. Maar de... Wat het grote verschil is dat je dat je eigenlijk pas weet hoeveel energie en ook stress het ondernemen eigenlijk oplevert op het moment dat je het niet meer doet. Dus ik sta nu wel relaxter in het leven. Hoe ontspan jij dan nu? Nou, het begint al dat ik niet hou van, dat weet je wel, ik hou niet van vroege afspraken. Heb ik een hekel aan. Nee, ik probeer een afspraak te maken met je voor het interview. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat jij hier bent, want het is nu een maandag. Ja, dat is überhaupt al een dag dat je liever niks doet. Nou, dat liefst thuis werk, noem ik dat. Ja. Ik heb altijd 1 dag, ook tijdens mijn onderneming, 1 dag altijd maandag. Ga ik niet naar kantoor, heb ik geen afspraken. Hou ik me eigenlijk gewoon bezig met... Ja, in mijn achterhoofd wel met het bedrijf. Want je bent de beste ideeën en strategieën en dat soort dingen komen toch op dat soort momenten. Maar ik laat me dan niet meer in de rat race meenemen. Maar wat doe je dan? En dan is het dan echt lekker in bed liggen, thuis koffie en niks bijzonders doen? Of betekent dat echt, weet ik veel, in een bos wandelen of hard rennen? Of, nou, het is doen wat je zelf echt wil. Dus ook niet wat je gezin wil, maar wat je zelf wil. Ja. Dus dat kan zijn, voor mij is dat gewoon relax wakker worden. Even boodschappen doen, ontbijtje maken, krantje lezen en dan vaak even sporten. En wat e-mail doen en wat creatieve dingen doen, wat software design. Maar net wat me invalt. Ja. Dat is het belangrijkste, dat je doet wat je invalt. Ja. En ga je ooit die rat race weer in, denk je? Nee, zoals ik hem zelf gelopen heb, niet meer. Ik bedoel, ik ben niet oud of zo, ik ben 47. Maar het mooie is van de fase waar je nu... Kijk, je moet ook niet jezelf willen herhalen. Je moet jezelf wel blijven ontwikkelen. En wat de erge gevaar is, dat je weer precies hetzelfde gaat doen als je daarvoor hebt gedaan. Omdat dat een comfortabel gevoel was, omdat je daar succesvol was en... Maar ik ga niet precies datzelfde weer doen. Ik ga dat op een andere manier doen. Dus ik zal met name mensen
om me heen verzamelen die Red Race willen gaan lopen. En daar mijn input aan leveren, waardoor we eigenlijk sneller op het level komen waar ik de laatste 5 tot 8 jaar zat. En al die dingen die ik daarvoor heb gedaan, die 15 jaar daarvoor, dat we dat kunnen overslaan. Benieuwd wat je de komende jaren allemaal gaat doen, Martijn. Ik hou je in de gaten. Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken en voor de mensen die naar de podcast zitten te luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Dag. Dit was een interview met Martijn van der Hoede uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door de experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson. Wilt u ook uw vermogen na verkoop van uw onderneming goed laten beheren? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.